I got this. Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik zit net in mijn auto en dit is voor de allereerste keer dat ik echt een beetje koud heb. Thuis verwarming aanzetten? Nou, ik denk dat dat nog niet nodig is, maar het zit wel echt op het randje. Ik heb even een heerlijke bakje koffie gepakt. Dat doe ik heel erg vaak als ik word geïnterviewd. Vind ik altijd wel relaxed. Meestal de interviewer zelf ook, maar die wilde een glaasje water. En dat is Laura. En het leuke is aan Laura, is dat ik haar heb gezien bij de Dutch YouTube Gathering. Ze stond namelijk in de rij. En toen ze uiteindelijk aan de beurt was, ze was ook de enige persoon die niet om een handtekening of een foto vroeg. Ja. Ze zei van, hier heb je mijn kaartje, mag ik je interviewen voor het AD? Dat zou ik heel erg leuk vinden. En toen hebben we contact met elkaar gehad en nu zit ze hier en kom ik, hoe noem je dat ook weer? Op een spread. Op een spread. Ja. En dat betekent dus dat je twee pagina's bij elkaar, zeg maar, over mij gaat dan in het AD. Ja. Dus dat is wel cool. Dat is wel leuke dingen vertellen. Ja, ik ga hele leuke dingen vertellen. En ik wilde haar graag meteen laten zien hoe het precies werkt, hoe het vloggen werkt en hoe dat is. En ze vroeg net ook van ja, is dat vloggen, is dat allemaal echt dat je zo gek bent of zo enthousiast of druk? En toen zei ik van ja, weet je wat, ik pak de camera er wel bij en dan zul je zien dat alles echt is en dat niks gespeeld is of zo, maar dat ik gewoon mezelf ben in de vlogs. Dus dikke vette piece en we gaan weer verder. Ze deed heel langzaam die deur zo open. Oh my god. Ik vertelde net namelijk nog aan haar dat ik het altijd heel erg leuk vind om fotografen en interviews te laten schrikken. En yes, het is me gelukt. Sorry, het spijt me. Voor de rest zal ik gewoon lief voor je zijn. Misschien vind je dat leuk? Ja. Ik vind het wel. Leuk. Een beetje lekker naar mij toe hangen. Een beetje zo. Ja, nee, nee. Dat is grappig. Dan zit ik heel fout zo. Ja, nee, joh. De plaatjes zijn genomen. Heel erg goed gelukt als je het mij vraagt. De fotograaf die vond het ook helemaal perfect. Dus daar ben ik blij om dat te horen. Nu ga ik iets doen waar ik echt heel erg goed in ben. En meer dan dit hoef ik volgens mij niet te laten zien en te vertellen. Het blijft elke keer weer last. Wauw, dit ziet er trouwens echt niet uit. Twee van die enorme grote vuilniszakken. Moet ik nog even kijken wat ik daarmee doe, want die passen niet meer in de container. Maar het blijft altijd ontzettend moeilijk om eten te vinden voor in de middag. Nu is het zo dat ik ook even moet wennen aan de indeling, omdat ik hier in één keer nieuwe laadjes heb en zo. Ik denk dat het maar gewoon een standaard bolletje kaas wordt. Niet één bolletje, maar drie bolletjes kaas. En dan is mijn maag voor deze middag wel weer gevuld. Hebben jullie handige, kleine, leuke tips voor mij? Waarin ik snel in de middag eten kan maken. Waar je dus niet te veel tijd aan moet uitgeven. Maar dat je zoiets hebt van ja, het is wel een lekker ontbijt. Een keer wat anders dan een broodje of een bolletje. Zoals jullie misschien weten had ik laatst voor mijn verjaardagsverrassingsfeestje. Die nog steeds echt te episch is voor woorden vind ik. Ik ben nog nooit zo ongelooflijk goed verrast. Maar heb ik van Colin een helikoptertje gekregen. En nu wilde ik dat helikoptertje heel graag gebruiken voor de Minecraft aflevering. Maar dan heb ik wel batterijen nodig. En nu ik jullie dit voor de tweede keer vertel, dat helikoptertje, dacht ik nou, nu kan ik ook niet meer zeggen ik ga het alleen laten zien in de Minecraft aflevering. Dus straks gaan we even vliegen met de helikopter. En Colin had er stiekem ook een gehaald en die zegt dat het echt super vet is. Dus nu ben ik nog meer benieuwd. Ik heb een voordeelpakket gehaald van batterijen. En ik zit nu eventjes te kijken en ik zie gewoon dat erop staat: batterijen niet weggooien, maar inleveren als klein chemisch afval. Nou, dat wist ik. Maar zie de vervaldatum onderaan de batterij. Expire date, dus wanneer het niet meer goed is, november 2019. Nou, daar kan ik wel een hele tijd mee doen. Alleen, nu heb ik nooit geweten dat batterijen over de datum konden gaan. Je hebt sommige dingen die blijven echt ontiegelijk lang goed.
Maar ik meende altijd dat het gewoon voor altijd goed was. Maar blijkbaar bij batterijen ook. Dus voor de mensen die het nog niet wisten. Hey, hebben jullie wel weer wat geleerd in de vlog? Ik denk dat het een hele verstandige keuze is dat ik het vliegtuig mee naar beneden neem hier in de woonkamer. Want ik zie mezelf er echt voor aan dat ik met dat helikoptertje echt net ben gaan vliegen. En dan tegen een van mijn beeldschermen aan knal. En dan weet je het al. Alles kapot. Zou super zonde zijn. Maar dit is hem, mensen. Super awesome. Altijd met zo'n afstandsbediening zit de achterkant vast met een schroefje. Maar daar had ik mezelf al op voorbereid. Zo, hier moeten gewoon 6 batterijen in. Ongelooflijk. Ik heb geen flauw idee hoe het werkt. Ik bedoel, laat maar zitten met die handleiding. Dat is allemaal veel te lang. Dus we gaan gewoon proberen. Oh, ik schrok er gewoon van. Oh, 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 stop, au, ah. Oh, dit gaat me allemaal veel te snel. Ja, nee, niet naar mij. Oh, oh, oh. Dit is zo vet, dit is zo vet. Oh, nee. Oh, oh, dit is zo moeilijk, dit is zo moeilijk. Oh, nee, 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 nee. Oh, nee, nee, wat doe je? Oh, niet tegen mijn bank. Oh, wow, wow. Holy shit. Wow, wow. Oh, mijn god, dit ding is... Oh, geniaal. Woo. It's magic. Magic! Wow! Woo! Oh yeah! Dit is echt heel vet, alleen ik ben er niet helemaal uit hoe ik hem nou precies naar voren en naar achter moet laten komen. Ja! Ik raakte hem aan! Oh yeah! Ah, dit is zo leuk om mee te spelen, echt waar. En dat had ik nooit verwacht. Ik heb het wel eens in de winkel zien liggen, maar dan dacht ik van ja... Dat ding zal het vast wel niet goed doen en laat maar zitten, weet je wel, zonde van mijn geld. Maar als je het dan krijgt zo op je verjaardag... En eigenlijk heb ik het gekregen van Colin omdat ik een weddenschap van hem had gewonnen met de Minecraft Survival aflevering. Even kijken of ik hem op mijn hoofd kan laten landen. Wel even de pet af, want ik denk dat het anders sowieso niet werkt, maar daar gaan we. Blijf lastig. Hé, hey, ga omhoog, ga omhoog. Wat doe je? Niet tegen mijn deur, joh! Hij gaat niet meer omhoog. Hij is leeg. Er moest gewoon een keerzijde zijn hieraan. Waarschijnlijk is dit een vliegtuigje die echt binnen 1 minuut leeg is. Dus ik ga hem opladen. Ik ga wel even kijken in de handleiding hoe lang precies. En dan ga ik hem meenemen naar D. En dan gaan we er daar ook nog even mee vliegen. Awesome. Deze bal die heb ik een tijdje nu in huis. Ik heb geen idee waar die vandaan komt, maar ik ben er wel blij mee. Want ik wil heel graag leren jong leren. Het lijkt me gewoon heel erg gaaf om dat te doen. Het is eigenlijk al een soort van stiekem een kleine kinderdroom dat ik dat al altijd wilde. Want ik vond het altijd vet eruit zien. Dus ik ga bij deze tegen jullie zeggen dat ik het ga leren en dat ik het binnenkort kan. Nu kan ik het voor geen ene meter. Ik zal het even snel demonstreren. Kijk, daar gaat al een kiwi. En daarnaast doe ik het geen eens op de goede manier. Er zit namelijk een soort van onderhandse handeling achter of zo. Dat je elke keer alles moet doorgeven of zo. Ja, zie je, zelfs als ik ze vasthoud, laat ik het vallen. Maar ik wilde jullie dit gewoon even mededelen. Want het lijkt me gewoon echt vet als ik binnenkort kan jong leren. Kan iemand van jullie long leren? Kan iemand van jullie long leren? Nee. Kan iemand van jullie long... Kan iemand van jullie jong leren? En hebben jullie tips voor mij? Laat het weten achter in de reacties. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, ik ga nu, die is opgeladen, eindelijk op mijn hoofd landen. Niet tegen de muur. Oké, komt ie. Oh! Hij is gecrashed, hij is gecrashed. Vliegtuigje, wat doe je nou? Ja! Oh. Bijna in de afvalstel, ja, dan was je de lul. Piloot.
En Bubba vindt het ook niet zo leuk. Die wordt helemaal zenuwachtig. Ik ben zenuwachtig. Ja, pak hem. Loos. Zo. Oh. Had je die op film? Ja. Holy shit, dat deed hij super mooi. Lekker bumper. Holy shit. Hij moet ook weer landen. Oh, goed geland, hè? Ja. Bumper, ga weg, bumper. Oh, nice. Oh, holy shit. Holy shit. Oh, zag hoe nice dat was. Oh nee, in de boom. Nee. Oh, ik land hem ook nog eens in de boom. Gecrashed. Zo. Nee, niet gecrashed. Dat was niet de bedoeling. Deek voor de show. Nee. Ah, Bumper, je drukt die lat en bad in mijn lul. Ik ben trots op jou, lieverd. Wil jij een keer proberen? Ja. Nee, geef me wel dat ding. Nee, ik wil eerst dat ding. Nee, pak hem maar. Ik wil eerst dat ding. Pak hem maar. Ik wil dat ding. Ja. Ah, jij vast? Ja. Maar deze. Ho, ho. Dat was je eerste keer. Nou, tweede poging. Let's go, Deetje. Let's go. Hou hem in de lucht, hou hem in de lucht. Oké, hij gaat goed, Deetje. Oh, hij gaat weer hoog. Nee! Oh my god. Nee, moet je niet doorgaan? Dat denk ik niet. Jij bestuurt dat ding. Oké, ik wil nog een keer. Nee. Oh my god. Nee. Oh my god. Deze keer niet in de boom. Oh. D. Holy shit. Nee. Ik dacht misschien maakt hij een restart. Ja, misschien maakt hij een restart als hij op zijn zijkant ligt. Heb je ooit een echte helikopter op zijn zijkant weer omhoog zien gaan? Ja. Ja, vangen. Oh ja. Gaat goed, D. Niet zo hoog, straks heb je geen bereik meer. Ah. Niet zo hoog! Holy shit! Oh, dat was zo leuk. Davy heeft nog niet gezien dat ik hem op mijn hoofd heb geland. En hij wil natuurlijk wel een mooi showtje. En dat ga ik hem, maar jullie ook geven. Gelukkig heb ik zo'n chille stoel, dus we gaan er even goed voor liggen. Oh, dit gaat zo fout. Oké, ik ga hem ook meteen vanaf mijn hoofd laten opstijgen. Oh, zag hoe ik hem redde. Oh mijn god. Oké. Oh, dat gaat niet zo snel dit. Oh, dat gaat niet zo snel. Oké, rustig. Blijf in balans. Komt u maar rustig, heel rustig op mijn voorhoofd. Oh, nee, wat is er gebeurd? Poging 2. Dat is zo eng, hè? Ik zie het je. Ja, ik voel het. Oh, shit. Kom op! Waarom lukt het me nou niet als ik het Davy wil laten zien? Dit is het allerengste aan het hele gebeuren. Oh nee, studiolamp. Oh mijn god. Oké, weet je wat? Nee, ik ga het gewoon... Het moet gewoon. Het is mijn geluk hiervoor. Staat hij zo een beetje recht? Ja. Oeh, what the fuck is dat? Oh. Wow, wat de heck? Oké, hij stond recht. Ja. Rustig. Bijna! Trek. Oh mijn god, waarom lukt me dit nu gewoon niet? Serieus, ik kan hier zo slecht tegen. Oh shit. We gaan gewoon verder. Ja, komt u maar. Oh, rustig. Dit is zo moeilijk, serieus. Moeilijker dan je denkt. Nee. Oké, rustig. Oh, rustig. Nee. Holy shit.
Wow, is hij kapot? Hopen niet. Nee, hij leeft nog, geloof ik. Oh, damn. Doe dit thuis niet na voor als je zo'n ding hebt. Holy shit. Oh, bijna. Bijna. Maar ik heb hem al eerder laten zien in de vlog. Nu ga ik even chill een potje League of Legends doen. Ik heb zo net een Minecraft aflevering opgenomen. En ik heb een video bewerkt. Dus af en toe moet je jezelf even belonen. En dat ga ik nu doen met een League of Legends potje. Dus even lekker gamen. A few moments later. Oh, shit is going down, son. Mijn laptop, nee. Wat gebeurt er? Oh my god, nee, de tv. Oh, shit. Ik ben bang, man. Ben je bang? Ja. Ik ben bang, dude. Oh, nice. Nee. Nee, dude, pas op mijn vingers. Nice, bro. Nice. Oh. Waarom denken jullie dat ik er zo bij zit? Dat heeft een reden, oké? Dit is mijn veiligheidsbril voor Davy. Het is een anti-Davy pilotenbril. Mensen, ik heb nog zoiets van... ik moet het doen. Dus op mijn voorhoofd landen. Oh, doet hij gewoon even. Als een baas. Yeah. Ik zie er misschien nerdig uit. Maar niet uit. I got this. Gast, ik raakte heel even controle kwijt. Sorry. Controle. Kan ik ook zo doen? Nee, dus. Joost. Oh! Mijn bril! Mijn veiligheidsbril! No! Oh, dit skill though. Hij bleek aan je pet hangen. Wat doet hij? Wat deed hij? Hij bleek aan je pet hangen. What the fuck? Volgens mij kan je met zo'n helikopter echt een hele leuke challenge doen of iets verzinnen. Een soort van parcours afleggen of zo. Als jullie toffe ideeën hiervoor hebben, laat het weten in de reacties. En dan gaan we er nog een keertje wat leuks mee doen. Want echt waar, hier heb je best wel veel plezier aan. Shit. Au. En best wel wat pijnlijke ervaringen soms. Weet je wat het is? Als je neigt te crashen, dan raak je een beetje in paniek. En dan ga je juist stomme dingen doen. Dus dat moet ik even onder controle krijgen. Davy, waar moet ik op landen? In de keuken. Moet ik helemaal naar de keuken toe? Ja. Oké. Hey, zullen we dat proberen? Ja. Ik ga dat proberen. Als je bitch wil chillen is het geen probleem. Oh yeah, heb om hier door. Hoppakee. In de prullenbak. In de prullenbak? Gaan we. Als een baas, mensen, als een baas. Kom op. Ga in de prullenbak, jij. Mayday. Dat was het avontuur. Holy moly. Nogmaals, als jullie een challenge hebben, laat het weten in de reacties. Ik kan dus van het kantoor hier naar beneden. Prullenbak, bijna gelukt. Maar alsnog best een prestatie. En ja, we hebben ons bolletje weer gehad. Ik moest gewoon even heel snel gebruik maken van de oven. Dus dat heb ik ook zeker gedaan. En Davy en ik hadden er allebei super veel zin in. Oh my god! Dit is in ieder geval wel een teken dat de oven heel goed werkt. De pizza zit er alleen ietsjes te lang in. Even kijken. Wow, mijn hele scherm. Mijn lens. Wow, dat was echt vet. Anyways, de timer werkt niet zo te zien. Dat is erg vreemd. Snap ik niet helemaal. Dit moet ik uitzetten. Dit op nul. Kijk eens aan. Komt u maar. Komt. Oh, deze is wel een beetje hard. Hoor maar. Ja, het zal vast wel goed zijn. Dan ga ik deze nieuwe pizza
knipper, zei Dave net, ik noemde het snijden, maar knipper vind ik op zich wel goed. Ga ik gebruiken. Even kijken of dit goed werkt. Oh yeah, check! Werkt super goed, man. Hoppakee. We hebben wel een beetje krokante pizza zoals je ziet. Maar dat is helemaal niet erg. Hop. Zo, kijk eens aan. Geniale uitvinding. Zoals jullie kunnen zien ben ik heerlijk in Skype gesprek met Colin. En we zijn heel erg hard aan het kloten met de helikopters. En Colin, laat je vliegkunst eens zien. Ik doe helemaal niks. Hij trekt scheef. Ga eens uit stilstand. Dit gaat niet lukken. Oh mijn god. En ik heb stiekem geoefend, dames en heren. Ik ga jullie nu een super vette trick laten zien. Ik heb hem al eerder gedaan om mijn hoofd laten landen, maar let op wat ik nu doe, hè. Zag je die? Ik ben gesloopt, ik ben kapot, het is al 3 uur op de klok. Hop, hop, hop. Het is wel duidelijk, ik ga slapen. Ik wil jullie allemaal ontzettend erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk check ik jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace. Knol Power.